voortaan zonder zijn broertje Jelle doen uit Stade, Jens van Eijs. Vorig jaar was het wat moeilijk en ook dit jaar is het niet zo supergoed begonnen, hè? Vertel eens. Het was goed begonnen, ik had een perfect winter achter de rug, maar ik heb dan een virus opgelopen waardoor ik ineens aan de kant ben moeten staan. Nee, maar het virus is voorbij, ik ben terug in de weer met mijn conditie op te bouwen, dus we zullen. Wat zijn jouw ambities voor 2016? De ploeg proberen te helpen in allerlei prestaties. De ploeg. Leiding, proberen te voldoen aan mijn verwachtingen. Dat is fantastisch. Bedankt, dames en heren. Ik zie de dag in mijn zin van de zin. Zien jullie allemaal?